ben je aan het einde. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 21 september. Het is nog echt mega vroeg. Ik heb zo stage. Ik moet nog ontbijten. Ik mijn haar nog doen. Ik moet over 5 minuten weg. Natuurlijk weer stress. Ik moet er om 8 uur zijn. Dus ik moet echt weer gaan opschieten. Ik hoop dat jullie zin hebben in deze weekvlog. Dat je een duimpje omhoog doet. En dat je abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ja, ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Dus ik ben benieuwd. Ik krijg net een bericht dat mijn mentor ziek is. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat lopen vandaag. Oh, mijn haar. Maar ik heb er geen tijd voor. Ik denk wel dat ik het gewoon zo laat. Het is inmiddels al 5 uur. En ik heb vandaag dus mijn eerste stagedag gehad. Ik zie er volgens mij helemaal kapot uit. Ik heb namelijk net een uur geslapen. Want ik was ook echt helemaal kapot. Ik ben het echt niet meer gewend om stage te lopen. En morgen weer. En ik ging vanavond skileren. Dus ik dacht, ik moet heel even een uurtje slapen. Ik mocht best wel snel naar huis. En dat was prima. Die kindjes zijn zo super lief. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En voor mij was gisteren de video online gekomen. Over mijn roddels ontkrachten en bevestigen. En die reacties zijn zo lief. En ik krijg zulke lieve Insta-DM's. Ik ben echt gewoon een beetje stil ervan. Dus daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. En ben ook gewoon een beetje lekker aan het kletsen via Insta DM. Dus dat is ook heel gezellig. Zometeen ga ik lekker eten. En daarna ga ik dus skileren met Celia. En voordat jullie dat te zien krijgen. Ik had nog een heel leuk pakketje. En die had ik opengemaakt. Al wat eerder. Maar ik dacht ik laat het nu even zien. Is niet gesponsord of zo. Maar ik had vandaag ook zo'n vest daarvan aan. Dus dat gaan jullie nu zien. En daarna gaat de weekvlog gewoon weer verder. Oké, ik heb nog een heel leuk pakketje wat ik aan jullie wil laten zien. Ik heb dit zelf gekocht. Maar die wikkelvesten zijn natuurlijk nu echt helemaal in. En je ziet ze echt overal. Ik heb er nu ook eentje aan. Ik vind het heel erg leuk om dat met van die hemdjes te dragen. En dan heb je hier zo'n knoop. En meestal zijn ze echt best wel duur. Je hebt ze voor 40 of 50 euro. En Eve en ik kwamen dus ergens anders heel goedkoop tegen. Dus we hebben er een paar besteld. En ik dacht het is wel leuk om jullie dat even te laten zien. We hebben ze besteld bij dit Instagram account. Ze hebben ook gewoon een website. Heuveltex. Nou, ik zal in ieder geval de Instagram even in beeld zetten. En we hebben dit gewoon zelf gekocht. En we hebben dus van die vesten besteld. En die ga ik jullie dus nu eventjes laten zien. Want we zijn zelf ook heel benieuwd. Omdat, ja, dat zou natuurlijk gewoon een veel goedkopere optie zijn dan deze. En misschien komt het wel gewoon allemaal van dezelfde winkel. Nou, als eerst zit er een zwarte in. Die is voor Eva. Dus die zal ik even laten zien, want ik heb natuurlijk nu ook een zwarte aan. Nou, ik maak echt geen grap, maar ik denk dat dit gewoon allemaal van dezelfde groot handelding is. Maar dit is dus een zwarte. Het is gewoon precies dezelfde die ik aan heb. Alleen is deze dus... Oh ja, de mouwtjes zijn iets anders. Maar deze is dus maar... hoe duur is die? 14 euro of zo. Dus dat is natuurlijk heel goedkoop. Dus ik dacht als ik dit als tip kan meegeven zou dat wel heel chill zijn. Ze hadden ook een hele leuke lila. Die ga ik misschien ook nog bestellen als die nog komt. Ik zal hem even aandoen. Kijk even wat het verschil is. Oh, ik moet even die knoop losmaken. Dus ik heb nu even mijn eigen zwarte uitgedaan. Ja. Ik kan hem hier dichtknopen. Als ik eerlijk ben, en ik maak nu geen grap, vind ik deze beter zitten die ik dan al heb. En die mouwen zitten ook strakker. Ja, heel erg blij mee. Deze is dus voor Eve. Maar ik wilde even het verschil laten zien. En ik mocht het van haar al openmaken. Ja, dit is wel echt top. Dus we waren totaal 60 euro kwijt met verzendkosten voor 4 vesten. Dus dat is natuurlijk helemaal niks. Dus dan hebben we een zwarte. Die is voor Eva, want ik heb al een zwarte. Nou, dan hebben we ook nog een groene. Deze is ook voor Eva. Deze is ook leuk. Ik zal hem even laten zien. Namelijk in deze kleur. Ze hadden ook nog heel veel andere kleuren. En deze kleur noemden ze mint. Heel erg leuk. En de kwaliteit is dus gewoon super goed. Dus deze is ook voor Eve. En dan heb ik er ook nog 2 besteld. Ik heb namelijk een grijze. Dat vond ik wel heel erg leuk. Een lichtgrijze. Hele mooie kleur. Deze ook heel leuk met dit soort hemdjes. Ze hadden helaas geen witte. Dat vond ik wel jammer. Maar deze lichtgrijze ook heel leuk. Dus die ga ik de komende tijd sowieso heel veel aandoen. En dan heb ik ook nog een groene.
En deze kleur groen past echt heel erg bij mij. Ik vind dat heel erg mooi. Omdat ik ook groene ogen heb. Dus dit vest. Nou, ik ben er echt heel blij mee. Dus dit is echt een aanrader als je nog zo'n vest zoekt. Want ze waren dus heel goedkoop. Nou, ik hoop dat jullie de kleine shoplog tussendoor leuk vonden. Ik heb me even omgekleed en ik ga nu skiëren. Ik heb dus sportbroek aan. Ik denk dat ze er ieder moment... Oh, ze is er nu. Dus ik ga nu snel er vandoor. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik heb me al klaargemaakt. En ik ben 5 minuutjes eerder klaar dan ik had verwacht. Dus ik ga even lekker ontbijten. Ik ga zo naar stage. Het is nog echt mega vroeg. Ik moet er om 8 uur zijn. Ik heb dit nieuwe topje aan Versie in. Kan je zien in de vorige week vlog. En vandaag een dagje stage. En vanmiddag werken. Dus ja. Daarna moet werken, heb ik niet zo heel veel zin in. Ik ga heel even nog even snel een filmpje kijken op mijn telefoon. En dan ga ik naar stage toe. Ik ben terug van stage. Ik ben helemaal kapot. Het was best wel zwaar. Hele leuke klas, maar gewoon kleuters is gewoon heel erg uitputtend. Omdat je de hele tijd moet kijken dit, kijken dat, alles. Maar wel heel erg leuk. En ik moet straks ook nog eens werken. Dus heb ik niet het, ja, niet het beste wat ik heb gepland. Maar ja, dat is dan maar zo. Ik ga nog even in mijn bed vlogs kijken. Want ik hoef pas over... Ik moet zo meteen pas weg. Dus ik kan nu nog eventjes in bed chillen. En ja, dat is eigenlijk... Ik ga vandaag niet zoiets bijzonders doen. Morgen zou ik eigenlijk foto's gaan maken voor een webshopje van Imme en Lieke. Alleen dat gaat hem niet worden. Dus we moeten nog eventjes kijken wanneer dat wel wordt. En ja, dat eigenlijk. En morgenavond ga ik met Floor en Voske. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik heb wel hetzelfde dingetje aan, maar wel een andere broek en een ander shirtje. Dus het is wel een andere dag, ook al lijkt dat niet zo. Mijn ogen zijn echt helemaal rood. Ik had vannacht dus crème opgedaan voor boven mijn ogen, want het werkte heel goed. En ik heb er dus nu geen last meer van. Alleen, nu heb ik dus mega getraande ogen. Maar maakt niet uit. Het is in ieder geval 8 uur. Heel vroeg. Ik ben nu onderweg naar Vos haar kamer. Dan haal ik haar op. Dan gaan we naar school. En dan gaan we shoppen of iets. We moeten nog eventjes kijken. Mijn oorbel. Die is net uitgevallen. En ik weet niet waar die is. Dus ik moet zo meteen even daar naar kijken. Want ik voel me heel kaal zonder oorbellen. En ik moet mijn kettingen nog omdoen. Maar dat doe ik allemaal op school, want ik was echt zoveel te laat. Dus ja, ik ga eventjes opschieten en dan zien jullie mij straks met Floor, met Vos. Floor Vos. Floor komt ook naar school, maar die zit dus nu niet meer bij ons in de klas. Oké, maar we moeten gewoon gaan proberen en ermee spelen. De opdracht. En je moet opdracht luidt als volgt. En jullie mogen lekker observeren wat er zo hier bij deze meiden gebeurt. Maar dat hadden jullie wel al gezien. We hadden al gejamd in de auto. En we zijn nu in Den Haag. We gaan hier even ontbijten, lunchen. En dan gaan we shoppen. En daarna gaan we weer naar school. Ja, we hebben een grote pauze van 6 uur 8. Oké, dus dat.
Of bij de andere barista ook hoor. Nou, Vos en ik zijn terug uit de stad. We hebben aardig wat dingetjes gekocht. We zijn goed geslaagd, zoals je dat noemt. Zo, mijn haar is net een leeuwin. Ja, maar dit kan ik toch wel filmen, wat je nu aan hebt. Ja, alleen okay. Het is wel weer lekker origineel. Ja, nou jullie weten dat, dit heb ik ook in die vlog van gisteren of eergisteren, nieuwe vesten. En Vos heeft nu ook de beige. Hij is echt leuk. Beige wit. Zo'n overslagvest. Ja. Echt. Heel leuk. Thanks. It's amazing. Ja, ik vind de kleur ook wel echt leuk. Hij is leuk, ja. Hè? Nou, dus ik zal even laten zien wat we allemaal hebben gekocht. Als eerst heb ik... Oh, ik denk, hè, wat heb ik nou gekocht? Bij de Pull & Bear een nieuwe leren legging gekocht. Nou, een broek. Ja, een broek. Hij heeft wel gewoon zakken en een rits en dit en dat. Deze was... €20. €19,99. Productcode. Dus die is van de Pull & Bear. Dan hebben we bij de Zara... Het welbekende jasje, maar toch niet wel bekend. Met leuke franjes. Zonder glitters. Moet wel aan de was. Heel erg leuk is deze. Zo. Ja, of ik doe deze aan. Zo. Niet eroverheen hoor, maar heel leuk. Deze was €40 in de maat S. Van de Zara. Dan hebben we bij de Stradivarius. Heet dat zo? Ja. Heb ik dit leuke rokje gekocht. Dit past niet echt bij mij, maar we gaan het lekker proberen. Deze. Het is ook een broekje, dus dat is ook handig. En deze was €16 in een maat M. Die moeten we eigenlijk ook nog passen. Ja. Dan bij de Primark. Oh ja, deze heb ik ook nog gekocht. Een kooltrui. Ja, kolletje, deze. Het dingetje zit in elkaar. Welke? Ja, dat vraag ik altijd. Dat vind ik handig. Dan kan ik het gelijk mijn kast in hangen. In een maat S en die gebruik ik. In een soort zebra printje. En dat vind ik ook leuk met deze, maar dan in het zwart. Nou, op zich, nee, dit kan niet. Absoluut niet. Dan ondergoed, wat we niet gaan laten zien. En een wit en een zwart shirtje. Gewoon een normale, een basic shirt. Dat was het. Ja. En nu nog dat van... Van Vosken ga ik even laten zien. Ook bij de Stradivarius een heel leuk rokje. Deze. Hij is een beetje bruin. Ja. Met witte stipjes. Deze waren nu maar voor €10. Heel erg leuk. Deze hele leuke trui die je als jurk kan doen. Leuk met een panty. En hij zit aan de, in de middel zit er op zich wel. Deze lijkt veel groter. Ja, ik ga hem zo denk ik een beetje passen. Ja. Deze was €19. Heel erg leuk. Ja. En we gaan ons nu even omkleden en dan moeten we zo naar school. Ja. Nou, dit is het nieuwe rokje. Gesteld door Vos, mijn outfit. Kijk, met een leuk strikje. En dan hebben we een leuke trui van Naked erop gedaan. Alleen die strik zit wel nog een beetje gek. Maar die moeten we nog eventjes kijken. Ik zou er ook nog een eigen riempje in kunnen doen. Heel leuk. Nu gaan we naar school, natuurlijk. Sam. Pannenkoeken. Sam zijn deze. Ja, die vind ik niet zo lekker. Goedemorgen, het is nou, het is al 1:00. Het is vandaag donderdag en gisteren had ik uiteindelijk echt een mega drukke dag. Ik ging dus eerst, had ik een anderhalf uur les. Toen ging ik dus met Vos naar de stad. Toen had ik volgens mij, ja, ik heb alles gefilmd wat we hebben gekocht. Toen moesten we tot 7:30 s'avonds naar school. Dus dat hebben we toen gedaan. Toen gingen we met Floor uit eten. Gewoon met Voske, Floor en ik. Bij pizzabakkers in Leiden. Was heel erg lekker en gezellig. En toen gingen we nog even in de auto. Gingen we nog een ijsje halen. En toen was ik uiteindelijk om 12:00 thuis. En nu heb ik vanochtend tot 11:30 geslapen. Dus was prima. En ik heb nu een beetje online les. Net kennis gemaakt. Met mijn nieuwe stagebegeleider. En ik ga dus nu voor een meeting moet ik nu erin. Dus dat ga ik nu doen. En voor de rest, ja, niet zo heel veel op de planning staan. Dus ik zal jullie zo meteen weer even op de hoogte houden. Ik ga nu in ieder geval een meeting in. Dus ik kan nu eventjes niet meer filmen. Nou, ik heb een paar keer gebeld. En even wat dingen geregeld voor school. Ik heb mijn planner ook weer ingevuld. En ik heb dus even mijn kleedjes die ik altijd op bed leg, heb ik maar even in de was gedaan. Ik dacht dat is ook wel lekker om eventjes te doen.
Voor de rest heb ik niet zo heel veel op de planning. Ik heb mijn kamer een beetje opgeruimd. En ik moet alleen nog even spulletjes die ik gisteren had gekocht even opruimen. Dus dat eigenlijk niet heel veel op de planning. Ik kan zo vanavond twee afleveringen Love Island kijken. Van vanavond en van gisteren. Want ik was gisteren zo moe. Dus dat heb ik niet gezien. En dat was het eigenlijk wel. Morgen moet ik volgens mij om 9 uur op school zijn. En hebben we een fotografie workshop. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En ja, dat eigenlijk. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is nog heel vroeg. Ik moet zo de trein hebben. Ik stond om 7 uur op. Want ik moest nog douchen, want mijn haar zag er echt niet uit. Ik heb zo meteen een fotografiecursus met school. En ik denk dus dat we een zelfportret gaan maken. Maar ja, het gaat ook heel hard regenen. Dus ik dacht, dan doe ik gewoon een capuchon op. Want ik dacht, het is ook wel mooi om een foto te maken met capuchon. Ik heb geen idee hoe het gaat worden. Misschien plak ik hem er wel in. En voor de rest doe ik dan mijn nieuwe jasje van de Zara aan. Nadat we dat hebben gehad, gaan we ook nog even de stad in. Dus dat is wel gezellig. We hebben namelijk maar heel kort les. Jezus, ik krijg die boek niet dicht. Dus ik heb nu... oh. Gewoon dit aan. En dan doe ik nu mijn nieuwe jasje erboven. En dan moet ik nog heel even eten. Mijn spullen inpakken. En dan ga ik weg. Dus dan zien jullie mij zo. Want ik ga wel filmen tijdens die cursus. Want dat leek me wel een leuk idee. Nee, oké. Nou... we zijn buiten. We hebben net de opdracht gekregen. Ik moest 5 eigenschappen opschrijven. Dat hadden we gedaan. Egoïstisch. Lelijk. Onaardig. Hoe heet het? Schrijf ze lief op over zichzelf. Dat is pas egoïstisch. Oké. Okay. Zo lief ben jij niet, hoor. Nou, dat zegt altijd iedereen. Dat zegt ook in de comments. Dat zegt altijd iedereen. Hoe kan dat nou? Dat ik het niet lief niet dacht, hoor. Vos, doe even een scheiding in het midden. Ja. Het was echt voor mij bedoeld, hè? Echt voor mij. Maar we gaan dus nu een... ja, dat bedoel ik. Maar je hebt dus ook ergens anders een spiegel buiten. Ja. Als jullie dat willen. Ga je Leiden onderzoeken? Nee, ik weet waar dat is. Waar dan? Dat is bij... maar waarom? Ik hoef geen spiegel. Ik wil zo in een spiegel zo een heel verdrietig iemand. En dan zo daarna... Jij als wil ik gewoon die kijk, filter. Heel blij iemand. Ze wil die... met die duif op je hoofd. Nee, die. Maar ik weet waar die is. Ik weet waar die is. Ja, zou ik anders gewoon bij de Mac doen? Dat kan oprecht. En dan kun je dat doosje openkijken waarbij je trots op bent. Ik wil dus deze foto namaken. Oké, maar jij wil een foto namaken. Dat is niet het vak. Ik wil bij jou kijken met die roddels. De roddel is dat ik weg verslaafd ben. Eigenlijk kan ik hem niet ontkrachten. Ja. Dat zei ik niet. Ik zei eigenlijk kan ik hem wel bevestigen. Maar ik ben niet verslaafd, want ik zou ook een maand zonder kunnen. Dat zei je. Ja. Ik geloof het zelf. Nou, jij eet ook heel veel Mac, hoor. Mevrouw. Alleen maar jou. Maar alleen, jij hebt weer een rukje aan op en je eentje in de auto. Oké, nou, wij gaan even foto's maken. Joehoe! Nou, laat even een paar favorietjes zien. Dus we hebben eigenschap stoer. Ik ben niet zo. Doodservaring op de vlog. En Vos heeft hier van een film. Kijken. Wat moet ik doen? Laat eens 1 keer die van mij zien. Maar ik moet hem nog wel bewerken. Ja, maar ik denk dat ik zo op zijn kop wil. Ja, oh ja. Zo. Ja. Nou, het is inmiddels vrijdagavond. Ik weet niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Ik ben vandaag naar de stad geweest. Fotocursus gehad. Ik ben nu met Eve. En we zijn bij de Mac, maar ik heb alleen dit. Dus ik ben helemaal trots op mezelf. We gaan zo meteen Love Island kijken. Ik denk dat dit de heftigste aflevering tot nu toe wordt. Ik ook, denk ik ook. Ja, wel een soort Temptation Island. Ze gaan dus nu beelden laten zien van elkaar. Ja, dat is toch een beetje die tablet of... Maar die beelden van Iman. Ja, ook heel heftig opeens. Ja. Nou, dan gaat hij sowieso natuurlijk met iemand anders. En we wilden eigenlijk een avondje gaan zuiveren, maar het is zo slecht weer. Het is echt bizar, jongens. Dus dat gaan we niet doen. En ik moet morgenochtend ook weer vroeg werken, dus dat is niet handig. Het is vandaag zaterdag. Het is inmiddels al 6:30. Ik moest vanochtend weer heel vroeg werken. Dus, en daarna heb ik geslapen. Ik heb me net even klaargemaakt. Ik heb gedoucht. En ja, dat eigenlijk. Ik heb wat droog shampoo in mijn haar gedaan. Omdat ik even wat iets meer volume wilde. Maar ik moet het zo nog even borstelen of even bij elkaar doen. Wat ik aan heb. Oh, laat mij mijn camera vallen. Dit grijze vestje en deze. En ik ga straks lekker gezellig samen een Love Island kijken. Beetje chillen.
Ik was gisteravond met Eve en toen hebben we ook Love Island gekeken. Het is nu best wel spannend. Het was ook echt heel erg gezellig. Toen hebben we ook nog wat gedronken, maar ik kon niet te veel drinken omdat ik natuurlijk moest werken. Ja? Ja, ik kom. Dus ja, ik ga even mijn haar doen en dan kom ik zo terug. Oké, het is vandaag zondag. Ik heb gisteren niks meer gefilmd. Het is weer het weekend dat ik moet werken. Vreselijk. Ik ging gisteren Love Island kijken. Was echt super spannend. Ik heb net even een schoolopdracht gemaakt. Die moest ik inleveren. Voor de rest ga ik straks weer werken. Ik moet nog mijn make-up over mijn ogen en zo weghalen. Ik heb ook even gedoucht. Zilver shampoo gebruikt. Ik heb weer lekkere blonde plukjes. Ik heb eigenlijk al een heel chill weekend gehad. Gewoon lekker rustig. En ja, dat eigenlijk. Ik heb ook niet heel veel te vertellen of zo. Ik denk dat de vlog moet ik nog wel helemaal bewerken. Dus dat is wel echt een ding. Dat moet ik nog helemaal gaan doen. En morgen heb ik weer stage in groep 1, 2. Maar ik kreeg net een berichtje dat mijn mentor nog steeds ziek is. Dus ja, dat was vorige week ook zo. Dus dat is wel echt heel erg jammer. En ja, ik ga denk ik nog heel even in bed een paar YouTube filmpjes kijken. En dan ga ik me omkleden en ga ik naar werk toe. Ik weet dat ik in het weekend echt mega weinig heb gefilmd. Gisteren moest ik ook weer werken, dus dan weten jullie dat. In ieder geval, ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat hij een beetje lang is geworden en een beetje leuk. Volgende week vlog wordt wel weer heel erg leuk. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!